Ik ben Marcel Schots, sinds 1994 werkzaam bij De Laval als onderhoudsmonteur, CQ servicemonteur. Mijn werkzaamheden starten vanaf huis. Meestal ga ik tegen een uur of kwart over zeven, half acht weg. Maar ik heb de vrijheid om ook, als het moet, de kinderen naar school te brengen. En dan begin ik tegen kwart over acht, ga ik dan bij huis weg. Ik heb vanmorgen aan de keukentafel gekeken wat precies de planning voor vandaag is. Ik ga nu gewoon mijn werkzaamheden volgen met een onderhoudsbeurt. Kijk, mocht ik onderweg wel gebeld worden voor een storing en is die misschien alert of niet, dan kan ik eerst die storing gaan doen en dan de onderhoudsbeurt. Of ik doe eerst de onderhoudsbeurt en dan ga ik naar de storing toe. Ah, goedemorgen. Ik zou mijn servicebeurt doen aan de koeltank. Ja, wel. En op bijzonderheden? Of? Nee, dat gaat erg hartstikke goed. Nou, mooi. Hij koelt goed, het kiemgetal is goed. Hij spoelt hartstikke goed. Nee, de vorige keer perfect geregeld. Mooi. En de eindtemperatuur van het verhaal is dicht voor elkaar. Dus nee, het is hartstikke goed. Dit is dus de melkkoeltank waar ik een onderhoudsbeurt aan ga uitvoeren. Aan de andere kant staat de koelmachine en de warmteverwinning heeft deze klant ook. Het onderhoud van de koeltank is nodig één keer per jaar. De werkzaamheden van zo'n onderhoudsbeurt zijn ongeveer een uur tot anderhalf uur. Het ligt er precies aan wat je tegenkomt. Hier is wat iets uitgebreider installatie omdat hier nog die warmteverwinning op zit. Maar normaal dan ben je ongeveer een uur en een kwartier mee bezig. Ik doe als het alles mee zit ongeveer een 4 tot 5 adressen per dag. Ik heb hiervoor de opleiding MTS Werktuig al gedaan. En daarna heb ik een cursus koeltechniek gevolgd en ook nog een cursus elektrisch schakelen. En binnen De Laval word je ook opgeleid om met dit soort automaten te kunnen werken. Ook met nieuwe apparatuur worden wij intern getraind. Dit is heel leuk werk, heel afwisselend. Met name storingen, onderhoudsbeurten. De onderhoudsbeurten zijn meestal vrij gelijk, aangezien die checklist en alles. Maar de storingen, ja, dat is altijd weer afwachten, wat kom je tegen en wat niet. En zoals ik al zei, ik werk vanaf 1994 bij De Laval. Als het niet leuk was, dan was ik misschien al lang weggegaan.